Weer goed. En dit is de kans voor Tabouni. En Tabouni maakt het zichzelf lastig. Maar dat maakt het feest alleen maar groter. Na twee verliespartijen op rij boekte Jong AZ maandagavond de eerste overwinning van het seizoen op bezoek bij Jong FC Utrecht. Niet alleen voor matchwinner Mohamed Tabouni was het een bijzondere avond. Ook voor keeper Elber Evora en invaller Milan Baars was het een avond om niet snel te vergeten. Beide spelers maakten hun debuut in het betaalde voetbal. Ja, het was een mooi moment om mijn debuut te mogen maken in het betaald voetbal. We hebben de wedstrijd gewonnen. Dus ja, ik kan zeker tevreden terugkijken. Het was gewoon meer zeg maar, gewoon de overwinning binnenslepen. Het was niet echt van ja, je gaat acties maken en proberen te scoren. Het was meer gewoon overwinning binnenslepen omdat we de vorige wedstrijd hadden verloren. Tuurlijk heb je het liefst dat je 0 doelpunten tegen krijgt. Maar gelukkig hadden we gelijk de aansluiting gevonden. Hadden we die 1-1 gemaakt. En vanuit daar denk ik dat wij de overhand hadden. Dat we gewoon echt voor elkaar gingen werken. En dat we uiteindelijk wedstrijd over de streep konden trekken. De 20-jarige Evora kwam deze zomer transfervrij over van Jong Feyenoord. Tot een optreden in het eerste elftal kwam het niet. En daarom is zijn doel bij AZ duidelijk. Tuurlijk is het mijn doel om eerste keeper te worden van AZ. Ik weet niet wanneer dat zal gebeuren, maar ik zal er keihard voor moeten werken. En dat gebeurt iedere dag, dat moet iedere dag gebeuren. Evora instrueert de viermansmuur. Wat voor keeper ben jij? Oh, ik ben een keeper dat veel coacht. Dat ik sterk ben in de lucht. Voetballend ook op zich wel redelijk goed mijn ding kan doen. En dat ik ook gewoon ballen goed kan tegenhouden. Nou, hij heeft het maandag uitstekend gedaan. Dus dat is voor ons wel prettig om te weten dat hij dat zo kan invullen. Want dat betekent dat je soms ook andere keuzes kunt maken. Ook de naam Milan Baars is voor veel mensen nog een onbekende. De 20-jarige buitenspeler zat sinds vorige zomer zonder club. Nadat hij 2 jaar in de jeugd van Manchester United speelde. Sinds februari traint hij nu met de jongselectie mee. Ja, zeg maar, toen ik kwam was ik, zeg maar, ja, ik was wel fit, maar nog niet echt wedstrijdfit. Dus toen kwam die coronaperiode, zeg maar, was een beetje jammer, want ik zou net gaan spelen. En dat je nu dan mag spelen, was dan natuurlijk een mooi gevoel. En ook leuk voor jezelf natuurlijk. Het is ook bij hem een stukje fit worden, want hij heeft een achterstand. Is ook in de voorbereiding helaas wat licht geblesseerd geraakt. Dus ten opzichte van de jongens die nu al wat langer trainen en spelen, is hij wat op achterstand geraakt. Maar we zijn blij dat hij nu de goede weg heeft gevonden.